Mijn avondeten is onderweg naar boven. Hoe is het ook weer? We komen net uit de opmaak. Uit de opmaak, fysiologie. Uit de fysiologie. Zijn ze jou vergeten, denk ik. Ja, daar was niks meer aan te doen. Warming up, daar begint hij. Filmen. Bij deze. Rick wil jullie zien, zodat hij kan bijsturen. Ja, Rick Koekoek. Ik ga niet bijsturen. Even kijken, 10, 15 minuten lekker inrijden. Easy, nou heb ik al gedaan. Ik ben van huis hier naartoe gefietst. Dat was 16 minuten. Ja, dat maakt niet uit, want ik moet toch. Oh, dus oké. Okay, jij doet twee keer inrijden, ja. Oké. Daarna oefenen, 20 minuten. 20 à 30 minuten. Ja, rustig jongen. Oh, jezus. Trek staan. We gaan elkaar uitdagen. Beetje zittend, één hand los, dat soort dingetjes. Makkie. Dan gaan we bochten oefenen. Zet 4 bidons neer. 4, oké. Okay. We hebben er 2. Heb je nog wat in de bus? Ja, ik heb nog wat in de bus. Komt goed. Okay. Kijken, elleboog hoog, knieën naar buiten en de fiets verkantelen. Weet je wel wat we toen ook gedaan hebben? Ja, appeltje. En dan al fietsend de bidon op van de grond. Dat heb ik wel eens gezien. Op de ja, dat, is toch, dat doen ze meestal met de jeugd, toch? Ja, maar ik denk dat wij het weer gewoon naar de basis moeten, vooral. Ja. Ja. Daarna lange afdaling pakken op breed pad, die je kan slingeren naar beneden. Oude bocht op snelheid gaan oefenen en terug omhoog de interval. Dus klimmetje van 2 minuten. Dus, ik was nog niet klaar, hè? 2 minuten, klimmetje. Nou, dan zijn we wel op een goede plek, denk ik. Ja. Ligt er nog uit je klimt, hè? Conditioneel zone 4, ongeveer 6 keer omslag, 6 keer klimmen. Cadans, ene keer hoog, 90-95, andere keer staand met cadans 40-45. Harken op mega zwaar verzet. Oké. Okay. En dat moet allemaal in één avond passen? Dit is speciaal voor jou. Voel je je rug hierin, dan zittend en cadans verhogen. Hoezo speciaal voor mij? Nou. Ja, dat staat er niet echt bij, maar dat zeg ik nu. Jij hebt last van je rug, toch? Ja. Ik heb zo'n last van. Daarna weer spelen. Jeetje, wat een avond. Op het einde nog 5 keer maximaal sprint. Tegen elkaar vanuit surplus. 15 seconden. Nou, dat wordt dus kapot vanavond. Goed, we nemen je weer mee. Hey, bezoek. Wat schrikken. Tegen die boom te leunen. Echt? Ja. Jij zat het juist niet hoor. Dit is zo, jongen. Ja, begin op hetzelfde punt. Ja. En dan... En je hebt een punt als jij de achterwiel van de ander aanraakt. Wat? Ik snap het niet. Wat? We maken een achtje. Ja. We gaan allebei hier? Nee, ieder aan de andere kant. Oh. Ja, zo. We moeten wel voorlangs kruisen. Korte bocht kruisen. Oh ja. En elkaar inhalen. Ja. Oh, nou, het 2 keer uitleggen als voldoende. Jezus, ja, ik moet jou redden. Je staat vast. Ja, nee, jij bent al daar, kijk dan, jij zit op de helft. Nee, jij hebt die schuit aan je kont in ieder geval.
ik merk dat ik door de wedstrijd dat ik geen focus heb op. Dat kan nog wel even duren zo. Maar jij vindt dat we nu niet goed bochtje oefenen? Okay. Nee, wij zijn te veel bezig nu met elkaar inhalen. Ja, dat is ook zo. En dat lukt ook niet. Dus op dat zich... lukt ook niet. Dus kunnen we beter iets meer focus op de echt op de bochten. Oké, maar wel een achtje, want dan doe je elke bocht. Ja, maar dan pakken we hem even op het wat bredere pad. Oké, ja. Jeetje, vanaf dit beeld, joh. Gewoon, nee, hoe is dat zo? Jeetje. Nou, ga jij je achtje maken? Let op je houding, hè. Heupjes erin. Ja, ik neem aan dat jij mij. Schoudertjes. Ja, mooi. Knietje naar buiten. Breed knietjes. Knietjes breed houden. Goed doorkijken. Kijk naar het volgende bidonnetje. Volgende bidonnetje kijken. Je kijkt naar het bidonnetje. Ja, dat is het. Okay. Volgende bidonnetje kijken. Ja, beter. Oh nee, ja, verder kijken. Verder kijken. Doorkijken. Doorkijken. Ja, nu pakken, hè. Avond. Ja, ja, ja. Nou moet jij, hè? Ja. Oké. Nee joh, rij mijn bidon maar kapot, hè? Nee. Ja, maar ja. Maar je keek niet verder. Ja, en dan ook nog precies met die... Met die schaar. Ja, gelukkig zat de schijt aan mijn voorbeeld. Oké, goed doorkijken. We moeten eigenlijk even iets meer snelheid pakken, dat je niet hoeft te trappen. Meer je fiets erin gooien. Wat Rick toen zei, andere Rick. Echt je zadel in de knieholte van de andere fiets, bijna. Uitwaartse achterleunen. Van de andere fiets, van je... Naar achteren leunen. Laat je dan zo als je fiets erin duwt. Ja, dat heb ik ook en daarom glijdt de voorband weg. Ja, maar je moet dus. Oké, nou, wacht. Ja, nou pakken, hè. Nu? In de bocht? In de bocht. Het lijkt makkelijk. Ja. Komt er niet bij, man. Maar dit is wel serieus een dingetje, hè? Dit is... eigenlijk is dit, zijn dit de basisbeginselen. Ja, dat zei ik, hè? Wij hebben ons vorige week van 2600 meter hoogte over een heel dun paardje naar beneden gegooid. Met rotjes. Maar een bidonnetje op. Het schijnt toch te lastig te zijn. Dat is nog het lastige. Maar ik heb hem. Oh, oké. Okay. Bochtjes naar beneden. Ja. Hard naar boven. Intervalletje naar boven. Dus ongeveer is dat 2 minuten klimmen? Ja. Nee, dat weet je niet. Tenminste, dan moet je er dan even omheen. Dat zou niet helemaal kunnen. Maar... Klim je eromheen, dat kun jij. Eromheen? Ja, dan ga je daar links. Nee, hier even. Daar. Daar, links omhoog nog. Ja. En dan kun je eromheen. Oh, zo. Oké. Okay. Go, go, go.
Dat was het leuke gedeelte. Nou, en nu komt voor mij het leuke gedeelte. En zo duurt het wel 2 minuten, vriend. Ah, je rem is weer terug. Ik zei net, dit was eigenlijk het leukste gedeelte van mij. Mijn avondeten is onderweg naar boven. Hoe is je hartslag? Dat is niet goed, hè, op dit ding. Ja. Oh nee, niks aan de hand. 112, joh. Nee. Eitje. Ben je klaar voor? Nee, ik zag jou net. Ik denk, wat heb je dan? Valt serieus tegen. Nou, go. Ja, maar zij gaan daarheen. Smoesjes. Op de pedaaltjes. Kijk hem gaan. Daar komt losse zand. De eerste stuk, denk je, oh, dat was toch geen klimmen? Wat doet je hartslag? Geeft het jou wel iets aan? 122, niks aan de hand. Hij komt bij mij wel rond 163, 165 uit. Nou, ik ben nu weer wat rustiger. Hoeveel moet je nog? Nog 2. Oh, nog 1. Woe! Maar dit is wel serieus, hè? Ja, maar ik merk als je wel op je ademhaling gaat letten, dan blijf je langer rustig. Alleen op een gegeven moment dan. Ja, nee, dan is het zoeken. En gewoon alle lucht die je vindt, die hark je naar binnen. Nou. Laatste keer. Bij dat paaltje daar. Nee joh. Veel ja, verder ik, hè? Maar jij aan het einde van deze heg. Oké. Goed, dus plas, sprinten, 15 seconden. En hoe meten die 15 seconden? Het is warm hè? Tellen. Tot aan het paaltje. Ja. Oké. 3, 2, 1.